Nee, is wel bijzonder dit met zo'n VR-bril. Met zo'n boekje doen met verkeerslessen en weet ik veel wat. Ja, of een beetje fietsen rondom pionnetjes, maar ja. Elk jaar vindt ook de Kinderboekenweek plaats. En omdat lezen zo belangrijk is en het leesniveau in ons land achteruit holt... Ja, schuift deze week iedere dag een kind aan om voor te lezen uit zijn of haar favoriete kinderboek. Gisteren trapten we af met de groep 5-leerling Liam Barneveld. Hij las uit Dolfje Weerwolfje en schrijver Paul van Loon reageerde zelf verrassend genoeg, zelfs via Facebook. Hij zei, supergoed verteld en voorgelezen, wauw. Vandaag is het de beurt aan 6-jarige Amélie Kouwenberg. Amélie, welkom. Wat leuk dat je er bent. Ik vind het zo stoer van jou. Je bent 6, hè, Amélie? Ja. Kun jij eigenlijk wel lezen? Ja. Ja, zegt ze. Supergoed ook. Ja. Wauw. Lees jij elke dag? Ja. Hoe vaak? Hoeveel per dag? Geen idee. Geen idee? Elke keer voordat je gaat slapen of ook als je wakker wordt of tussen de middag? Voordat ik wakker word? De hele dag? Ja, zo'n beetje wel, ja. Echt waar? En op school dan? En dan moet je superveel lezen. Op welke groep zit jij? 4. In groep 4? Ja. Wat goed als je 6 jaar bent. Want ik heb een klas overgeslagen. Wauw. In groep 4 moet je ook superveel lezen. Maar voelt dat ook zo dat je het moet of voelt het zo dat je het mag? Dat het ook leuk is? Vind je het leuk? Ja. En wat lees je dan? Daar hebben we een piep en daar mag je zelf een boekje uitzoeken. Oké. Okay. Heb je dan favoriete boekjes die je uitzoekt? Nee. Nee? Gewoon wat je het eerste ziet? Ja. Oh? Geen wetenschappelijke artikelen? Nee. Hey, Amélie, je gaat ook vandaag iets voor ons lezen. Je hebt een boek meegenomen. Welk boek heb je meegenomen? Held op sokken. Held op sokken. En waar gaat dat boek over? Ridders. Over ridders? Ja. Niet over Jorik? Nee. Had gekund. Had gekund. Ja, en waarom heb je het boek gekozen? Ik heb het eigenlijk niet helemaal zelf uitgekozen. Ah, ja, mama heeft geholpen. Ja, want er zijn echt heel veel boeken die ik uit heb. Ja. Oh, je kon dus eigenlijk heel veel boeken kiezen en je wist het niet zo goed. Nee. Maar vind je dit wel een leuke? Ja. Nou, ik ben ontzettend benieuwd. Misschien kun je ons een beetje nieuwsgierig maken. Het gaat over ridders. Het heet Held op sokken. En jij hebt een stukje voorbereid om voor te lezen. Ja. Nou, ga je gang. We gaan luisteren. Amélie Kouwenberg. Er woonde eens een ridder in een middeleeuw kasteel. Hij had geen baard. Die baard was blijven steken in zijn keel. Nu hadden de middeleeuwen alle ridderspaarden. Die hoorden ze te hebben, net als harnassen en zwaarden. Dus iedereen in het kasteel was even zwaar behaard. Alleen die ene ridder niet, die ridder zonder baard. De ridder met de baarden gingen elke dag uit het rijden... op zoek naar een prinses om uit een toren te bevrijden. Of naar een groepje ridders uit een vreemd vijandig land met vlechtjes in hun baarden en zwaarden in hun hand. Of naar een lelijk monster met een bos onveilig maakte. En draak met 7 koppen die oranje vlammen braakte. De ridder met de bruine baard won altijd elk toernooi. Dus elke jongvrouw in het land vond bruine baarden mooi. De ridder met de blonde baard hield niet van vreemde ridders. Hij joeg ze weg met paard en al. En ook had hij veel aanbidders. De ridder met de grijze baard van wel een meter lang was dapper en doorstand. En voor bijna niemand bang. De ridder met de rode baard was goed in draken doden. Dus rode baren waren toen ontzettend in de mode. De ridder met de zwarte baard was sterk en vocht voor 2. En die ridder zonder baard, die telde... zonder baard dan, die telde dus niet mee. Ze waren goed om bloeden van dode draken op te dweilen. Om harnassen te poetsen en om zwaarden te veilen. Om stallen uit te mesten en gewone kleren aan. Om aardappelen te schillen en om paarden te beslaan. Om worteltjes te kweken en tomaten en komkommers. Ze hadden zelfs geen paarden en er waren nog geen brommers. Ze moesten alles lopend doen. Ze hadden zelfs geen fiets en ook geen laarzen. Geitenwolle sokken, verder niets. Wauw.
Ja, supergoed gedaan, Amélie Kouwenberg. Superleuk dat je er was. Dank je wel.